Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe aflevering van de Hot Coffee Show. De show, want het is natuurlijk een show, Soraya. Absoluut, zo voelt het ook. Hè? Zo voelt het ook, dus dat is een show. Waar we elke week jullie hete stellingen behandelen. Alvast, heb je iets waar je onze mening over wil weten van Soraya of van mij? Dan moet je het even zeggen in de comment, want dan kunnen wij volgende week daarover praten. Ja, ga je. Of iemand anders in de redactie, Daniel kan hier ook zitten, of Tom of Keo, maakt het mij ook allemaal geen reet. Het liefst wij natuurlijk, dat snap ik wel. Dat snap ik ook wel. Ja. Maar we hebben deze week een hele leuke stelling. Want deze week is er iets... Nou, ik ga nog niet vertellen wat ik ervan rustig. Vind. Is er iets aangekondigd? Ja. Moet ik het gaan vertellen? Ja, vind ik wel. Okay. Jij bent Engels lerares, jij weet precies hoe je het moet zeggen. In the Netherlands they say that is another cook. I don't know if it is in English ook like that, but... Dit zeg je dus expres, omdat ik net echt op drie verschillende manieren heb gezegd. Dit is heel leuk. Ik zie nu al de haatcomments ontstaan. Ik spreek niet zo hard. Ik vind het prima. Als de kinderen dat weten. Ja. Maar Nintendo, Labo, Labo, Lab-O. Lab-O? Dat zou echt heel goed zijn als het Lab-O. O? Nintendo Labo. Zoals wij dat in Rotterdam zeggen. Ja, gaan we wel jouw persplegers zoeken. Okay. Nintendo Labo, die is aangekondigd. En wat bij mijn stelling is, Nintendo Labo wordt een grandioos succes. Oké, even een stukje terug voordat ik inderdaad zeg wat ik er echt van vind. De haat die kwam. Ik snap dat ook niet, jongen. Wow, is dat echt natuurlijk gewoon te kijken. Sowieso, al die comments en ik heb altijd alles openstaan. Dus Twitter, ik zag mensen echt haten. Dit wil ik niet, dat had ik niet verwacht. Ik denk, jongens... Nee, goed, nou, goede imitatie ook. Ja. Ja. Maar dan denk ik echt een beetje, calm your titties. Want ik vind dit dus geniaal. Ik stil even jouw woord. Ja, het is echt geniaal. Ja. Maar waarom was de haat? Ik begrijp de mensen thuis wel. Ja, we verwachten heel veel. Er zijn echt allerlei game-aankondigingen waarvan mensen echt een hard-on krijgen. Maar dit is gewoon de ultieme cocktease natuurlijk. Maar ja, ik vind het heel erg tof. Sorry, was het too much? Ja, nee hoor, helemaal niet. Ik vond het wel prima. Ja, nee, prima. Ja? Maar omdat het geen nieuw Zelda was of zo. Dat is, het is dat geen was, het, was het meer de teleurstelling of was het meer echt het ding zelf wat teleurstelde? Dat vraag ik me dan af. Nee, ik denk echt dat het gewoon de teleurstelling is. En dat is denk ik het hele verhaal bij gamers, zeker nu met Nintendo. We verwachten gewoon inderdaad een nieuwe Super Smash. We willen een nieuwe Mario Kart. We willen de nieuwe Pokémon op de Nintendo Switch. Animal Crossing, nieuwe Zelda nu al. En het liefst ook gelijk een nieuwe Mario. Maar ja, dat was dit niet. Nee, het was namelijk, en dat doet Nintendo wel vaker, heel erg vernieuwend. Absoluut. En ook wel een beetje gek. Ja, heel gek. Nou, heel gek en goed voor het milieu. Ja. En duurzaam. En ook weer niet helemaal, want het gaat wel kapot. Maar vertel, wat ging er door je heen? Want Labo is een... Okay. Ik ga er heel veel kort uitleggen. Je hebt al de beelden hier overheen gezien. Maar het is in ieder geval, je krijgt een kartonnen bouwpakket. Daarmee ga je uitbreidingspakketten bouwen zelf voor je Nintendo Switch. Waardoor je dus een hengel hebt, of een motorstuur, of een hele robotpak met VR experience. Dat is daar. Ja. En dat doe je allemaal met karton bouwen. Dus je kunt het ook inkleuren. Je kunt er ook gekke dingen, plaatjes op maken. En je kunt piano spelen. Want ik kan ook er een piano mee bouwen. En dat is waar mensen zich volgens mij in vergissen. Volgens mij is het veel complexer dan wij nu denken. Want ik zag toch wel heel veel met elastiekjes. Ik zag inderdaad het rood. Want je hebt dan verschillende pakketten. En nu is inderdaad dat stukje... Ja, volgens mij is dat mixpakket. Dat je een huis kan maken. En een piano en de hengel. Maar je hebt ook het robotpakket. En dan zit je inderdaad met een rugtas op je hoofd. En een helm op. En dan zit met allerlei elastiekjes aan de binnenkant zit het vast. Want het moet dus wel ook richting je Switch gaan communiceren. Het is niet zomaar een kartonnen pakje wat je aan doet dat je denkt, kijk, cosplay. Nee, je bent zelf die robot met een VR-bril. Wat dus gewoon een carton box is van Google, maar dan met een Switch erin. Ja. Eigenlijk. Echt. En die trackt ook je benen, want er zit dus ook een Switch in je been. Ik vind het... Of een Joy-Con. Een hele Switch. Ja, in je been. De in. Dat zou ik wel willen. Maar echt, ik vond het mega vet. En ik snap ook... Ik snap de controverse wel. Mensen hopen gewoon op iets anders. Het is wel niet echt... Het is volgens mij niet echt op onze doelgroep gericht. Nee, maar aan de andere kant... Weet je, dan ga ik het vergelijken met dingen als Lego. Ja, dat vinden wij ook gewoon heel erg leuk. Laten we heel eerlijk zijn. Dan krijg je... Ja, ik word gewoon even jong. Als je inderdaad zo'n pakket hebt, dat je denkt... Oh, ik ga het allemaal in elkaar zetten. Dat is gewoon cool. En absoluut, het is niet voor ons. Nou, weet ik niet. Ik ga het allemaal bouwen. Ik wil het ook gaan bouwen. Ik wil het eigenlijk allemaal direct bouwen. En ook die stomme stickers die je er schijnbaar bij kan krijgen. Extra pakket voor, weet ik veel. 10 euro een extra pakket, want dat vind ik nog wel een ding, de prijs. Dat vind ik een beetje gek, 80 euro voor die robotpak en 70 euro voor de andere pakket. Ja. Ja, dat vind ik ook wel echt... Maar er zit wel een game bij, Soraya. Ja, dat is ook wel zo. Er is ook software aangestuurd, dus...
Ik weet niet. Maar aan de andere kant, dit is dus eigenlijk alleen maar op de kinderen gericht die ouders als gamers hebben. Zodat de ouders inderdaad weten, weet je, de prijs, dat is oké. Het is een beetje aan de dure kant, maar het is oké, je krijgt er een game bij. Stel, ik weet er niks van, hè. En ik wil inderdaad, mijn kind is jarig en ik wil iets kopen. Oh, weet je, doe ik dat, een beetje met gamen, een beetje knutselen. Oh, €80. Laat maar, ja. Je krijgt een bal. Een tol. Ja, het is, oh, een tol inderdaad. Of een babyborn. Ja, nou, die is ook, ook duur. Die zou prijs meer kunnen scheiden. Maar goed, ja, dat is ook leuk. Dus je bent eigenlijk niet eens met de stelling. Jij denkt niet dat dit een grandioos succes gaat worden. Spectaculair, grandeur, à la lettre. Ik hoop het. Echt ontzettend. Gewoon omdat ik het zelf tof vind. En ik wil livestreams zien waar jullie het allemaal in elkaar gaan zetten. En ik wil dit. Maar ik denk gewoon niet. Ik denk dat de groep misschien te klein is. En de prijs te duur. Te veel. Hoog. Ja. Oké. Ik denk wel dat het een succes gaat worden. Want ik zie namelijk de potentie in. En als je de Games podcast hebt geluisterd van afgelopen vrijdag. Check het even. Dan heb je die mening al gehoord. Oh, trouwens, check het niet. Dan hoor je het nu voor het eerst. Want ik denk namelijk dat er heel veel potentie zit in de Mario games. Namelijk de Mario Tennissen en de Mario Golfs en de Mario Parties. Ik bedoel, een party game waar je per party soort van je kartonnetje moet bouwen om je dingetje te doen. Of een Mario Golf, Mario Tennis, Mario Bowlen. Het interesseert me niet. Maak er wat van. Ik denk dat als jij je Mario characters uit de stal haalt en daar allemaal vette Lego shit van gaat maken. En dat dan ook de kartonnen ook helemaal in Mario stijl zijn. Natuurlijk, dat zou heel vet zijn. Dat je ze wel zelf moet inkleuren. Maar dat verder allemaal Mario poppetjes. Oh, dat zou echt super vet zijn. En dan gaat het echt doorbreken. Ja, maar denk je dan niet dat Nintendo te veel dingen op zijn games gaat klikken? Heb je net karton, je hebt poppetjes. Je moet dan heel veel gaan hebben, wil je de hele game mee kunnen krijgen. Ja, het is niet anders. Nee, maar dan maken ze Mario Party Lego. Hè? Dat is gewoon helemaal van Lego. Oh, natuurlijk. Oh, ja, ja. En absoluut. Amiibo. Er zitten natuurlijk ook Amiibo's bij, want ja. Ja, maar die zijn van karton. Die moet je dan zelf maken. Die moet je dan zelf maken. Ja. Karton Amiibo. Oké, nu zie ik inderdaad wel ineens heel veel potentie. Dat snap ik. Ik wil het gewoon. Jongens, bedankt voor het kijken deze week. We hebben zin in Lebo. Ja. Soraya, heb je een tip voor mensen voor volgende week? Tip? Dat ze bijvoorbeeld... Ik ga zeggen, eet elke dag een appel. Ja, dat is dan een hele goede tip. Er zit trouwens heel weinig vitamine in. Maar een banaan. Hoe heet het? Dat mensen bijvoorbeeld volgende week ook een leuke stelling moeten achterlaten. Oh, zo. Oké, de tip van Peter dus. Laat even een stelling achter. Dat we iets hebben om flink over te discussiëren. Ja, laat ons ook bijvoorbeeld weten wie hier volgende week wel hebben zetelen zitten. Ja, en ook wat jij van Lebo vindt. Ja, dat wil ik ook heel graag weten. Wat vind je van Lebo? Ik wil het weten, want er was veel controversie. Ja. Dankjewel, Soraya. Dankjewel, Peter. Dankjewel, kijkers. Tot volgende week. Doeg.